Nou, dat is nog helemaal niet oud, want in gevangenschap kunnen ze 25 tot 30 jaar oud worden. Nou, Jess wordt dus vaak verward met een zeehond. Nou, daarom willen we aan u drie verschillen laten zien waar je ze kunt herkennen. We hebben de drie makkelijkste uitgekozen. Nou, de eerste die zit in het voortbewegen. Nou, dat kunnen zeeleeuwen hartstikke goed. Die hebben grote en sterke vinnen. Nou, die kunnen onder hun lichaam plaatsen dat hun buik van de grond afkomt. Nou, ze kunnen een sprintje mee trekken. En voor hun is de rotsen beklimmen en beklauteren geen probleem. Dus een zeeleeuw is heel behendig. Maar een zeehond, die is dat wat minder. Die wil wat kleinere vinnen en lager aan het lichaam geplaatst. En als een zeehond zich voorbeweegt, gaat dat echt op de buik en borstspieren. Nou, en Jess wil misschien wel even aan u laten zien hoe het er dan uitziet als een zeehond zich voorbeweegt. Dat doet ze hartstikke goed, want het ziet er inderdaad ongeveer zo uit. Een zeehond gaat veel meer hobbelen dan land over. Ja, de twee soorten zwemmen natuurlijk ook hartstikke veel. Dus dat kan je voorbewegen niet zien. Maar dan is er nog wel een ander klein verschilletje als ze even hun hoofd boven water steken. Nou, dat zit hem bij de oren. Zeeleeuwen hebben net zoals ons uitwendige oorschelpen. Nou, die van de zeeleeuw zijn nog een tikkeltje gedraaid, zodat ze goed de waterdruk aan kunnen als ze diep gaan duiken. Nou, er zullen er twee flapjes zitten. Nou, bij een zeehond zult u die niet zien. Nou, die hebben natuurlijk wel oren, maar hun hebben weer inwendige oorschelpen. Nou, de laatste verschil, dat zit hem in de kleur. Nou, Jess is helemaal egaal van kleur en in dit geval donkerbruin. Nou, als je bij een zeehond gaat kijken, als die volwassen worden, ontstaat daar echt een vlekken- of een stippenpatroon. Nou, Jess komt nu heel mooi uit het water. En dan lijkt zij eigenlijk helemaal glad, net zoals een dolfijn. Maar een zeeleeuw heeft daadwerkelijk een laagje haren. Nou, dat kunnen we heel mooi laten zien als Maartje tegen die haren instrijkt. Want dan ziet u dat er strepen ontstaan. Nou, die vacht heeft natuurlijk ook een functie. Nou, die zit niet om zich warm te houden tegen de kou. Daar is dat laagje veel te dun voor en helemaal niet isolerend. Dus nou, voor de koude winter moet een zeeleeuw heel veel vette vis gaan eten om een binnenhuidse speklaag op te bouwen en die zichzelf warm te houden. Ja, waar zijn die haren dan wel goed voor? Nou, de naam verklapt het al, Californische zeeleeuw. Ze komen voor aan de Californische kust. Nou, daar vinden ze het heerlijk om van het zonnetje te genieten. En als we die haren niet zouden hebben, zou hun huid daadwerkelijk gaan verbranden. Dus dat laagje haren wat ze hebben, is een zonnebrand voor de zonnige dagen. Nou, en misschien is het jullie al opgevallen, maar als mijn collega Jess aan het voeren is, gaan al die visjes allemaal hapslik weg. Nou, dat zijn er wat kleinere visjes. Nou, wat is dan een grote vis? Wij hebben in dit geval een grote makreel heel gelaten. Maar ja, zou een zeeleeuw nou op zo'n grote vis moeten kauwen of niet? Ja, we gaan er gewoon naar kijken. Ik verklap wel, het kan wel heel snel gaan. Ja, ze legt hem even goed en dan is het ook de grote vis, is hapslik weg. Nou, een zeeleeuw die heeft wel tanden, nou zo'n 36 stuks. Maar die tanden gebruiken ze bijvoorbeeld niet om een vis te kauwen, maar wel bijvoorbeeld als verdedigingsmiddel. Of om een grote vis vast te pakken en dan vervolgens door te slikken. Nou, als jullie heel goed kijken naar de kleur, zijn de tanden van de zeeleeuw helemaal zwart of donkerbruin. Nou, als een zeeleeuw wordt geboren, dan zijn die tanden nog helemaal mooi wit. Maar als ze beginnen met vis eten, dan worden de tanden steeds donkerder en zwarter door een stofje wat in de vis zit. Nou, Jess, die gaat zo terug in een van onze huisjes. Nou, die huisjes gebruiken wij bij een presentatie of bij een training. We hebben hier best wel een grote groep zeeleeuwen. Voor ons is het handig dat wij weten wie waar zit. En dat wij makkelijk, net zoals nu, één zeeleeuw tegelijk erbij kunnen halen.
Nou, daar zitten ze natuurlijk niet de hele dag in. Ongeveer een kwartiertje. Nou, als alle zeeleeuwen allemaal hun eigen portie eten hebben gehad, zullen wij alle huizen en alle schuiven lekker openzetten en zwemt de groep weer bij elkaar. Nou, voor Jess in de plaats komen Hazel en Fina erbij. Nou, met hun zullen we u een beetje laten zien hoe een zeeleeuw in het wild op de vis zou jagen. Want ja, hier krijg je natuurlijk gewoon van ons uit de hand. Maar ja, in het wild, dan moeten ze echt op die vis gaan jagen. Nou, het eerste jaar zal de pup en jong van de moeder altijd gaan zogen. Dus het eerste jaar, dan drinkt het melk. Maar na het eerste jaar zullen ze op spelende wijze op zoek gaan naar die vis. En dan beginnen ze dicht bij de kust waar ze worden geboren. Nou, bij de kust heb je rotsen en kliffen met wel eens een kier waar een vis zich lekker tussen wil verstoppen. Nou, zeeleeuwen zijn zeezoogdieren, ze hebben longen. Nou, en dan kunnen ze ook nog een heel mooi trucje mee. Nou, en dat is namelijk het volgende, want ze gaan bellen blazen. Want als zo'n vis lekker in zo'n kiertje zit, nou, gaan ze bellen blazen. De vis vindt dat niet heel fijn. Dus ja, de vis die zwemt zo uit de kier en zo de mond in van de zeeleeuw. Ja, in het wild kunnen ze wel 8 tot 10 kilo vis per dag op. Nou, als je het allemaal bij elkaar moet gaan bellen blazen, dan ben je wel even bezig. Dus voor de grote hoeveelheden zullen ze in groepjes de zee gaan optrekken. Nou, en dat doen ze dan in de vorm van boogjes. Door die boogjes kunnen ze snel lange afstanden afleggen. Nou, op open zee kunnen ze dan 200 meter diep duiken en 20 minuten hun adem inhouden. Nou, de open zee is natuurlijk ook niet zonder gevaar. Want een zeeleeuw lust wel een hapje vis, maar er zijn ook dieren die wel een hapje zeeleeuw lusten. Nou, dat zijn de haai en de orka. En die zijn niet alleen een stuk groter, maar ook een stuk sneller. Dus jij moet heel hard vooruit zwemmen, dat maakt niet heel veel kans. Dus wat de zeeleeuwen dan zullen doen, hele gekke en hoge sprongen maken in en uit het water. Nou, zo maken ze verwarring bij die haai of orka en weten ze even niet waar de zeeleeuw onder water komt en welke kant ze zullen opvluchten. Nou, als ze wat dichter bij de kust zijn, dan is de zeeleeuw in hun voordeel, want dan kunnen hun iets wat de haai of orka niet kan. Nou, en dat is naar het veilige land vluchten. Nou, met de voorvinnen maken ze dan snelheid en met de achtervinnen sturen ze. Nou, hiermee kunnen ze dan een snelheid van 35 kilometer per uur behalen. En naar het veilige land, daar vluchten ze natuurlijk niet alleen. Er wordt gevaard en de jongen worden er ook geworpen. Maar over het algemeen slapen ze er ook. Nou, dat doen ze vooral met een hele groep zeeleeuwen bij elkaar. Dat heet dan een kolonie zeeleeuwen. Nou, als het dan tijd is om te gaan slapen, moet je eerst wel even weten, heb ik met de juiste zeeleeuw te maken? Nou, en zo'n zeeleeuwbegroeting ziet er dan ongeveer zo uit.